Sta je langs de weg timelapses te schieten, ook weer met de GoPro. Ik ben onderweg naar huis en dan hopen dat als ik thuis ben dat het lampje er is, want dan kan ik hem meteen even opladen en testen. En als het goed is dan meteen eten en dan als het goed is ook vanavond word ik gebeld door, dan ben ik snel kwijt. Erik van bol.com over de gaande van de drone met de reparatie, want dat gaat nog steeds hartstikke kut. Want dat gaat nog hartstikke kut iedere keer. Dus 4 minuten 40, dat is lang genoeg voor een GoPro timelapse. Nou krijg ik hem er niet af met één hand. Oh, my hands for the win, ik heb hem. 4 minuten 40 timelapse met GoPro. Ingekort naar een kleine 10 seconden. Gaan die wolken dan zo snel zitten dan aan mij? Verdorie, ik heb de wolken timelapse aan de verkeerde kant met de wolken gedaan. Die wolken gaan veel sneller. Maar in ieder geval, ik pak mijn spullen in en ik ga naar huis. En dan eten, de boel testen als het thuis is. En dan wachten tot gebeld wordt. Richard Veen rijdt achter mijn lijns. Ik ga even door naar huis. Nadat ik een timelapse heb geschoten van mij, terwijl ik de boel inpak, als dat goed lukt. Maar daar kom je pas achter als je het doet, hè? Dus ja. Zo. Die blijft wel staan, hoop ik. Ik zeg proberen. Ik zeg proberen. Als je hem flikkert, nou dan flikkert hij maar om. Heerlijk thuis, net gegeten, alles klaar. Ik heb nou die nieuwe lamp, ik heb hem inderdaad binnen. Ik heb hem naar een ladelicht, de accu moest opgeladen worden. Dus die zou morgen vroeg wel klaar zijn. Hij moet 6 à 8 uur opladen. Dus dat is, als ik morgen vroeg weer wakker word, is hij sowieso wel vol. Het is 1000 lum. Een lum is de felheid van het licht. 1000 lum is in dit geval zoveel. Het is net zoveel als een koplamp van een auto. Dat is L. Ik heb de hik, hoor je dat? Ik ben nog niet gebeld, het is nu 7:30. Ik ben nog niet gebeld door die man van bol.com, Chris. En dat zal nog wel gaan gebeuren, denk ik. Hij zei het, dan zal het ook wel zo wezen. Dus daar zit ik eigenlijk even te wachten. Even afwachten. En dan gaan we weer verder. Plus minus in die tijd. Laat ik de vlog van morgen in. Zet ik hem op, gepland. En dan kan die morgen online komen om 6 uur. Precies. Dus ik ga nou even alles intypen wat ik onder de tekst wil van een vlog. De vlog. De vlog. En dan ben ik daar in ieder geval vanaf. Wow, jeuk aan de neus. En dan, geen idee wat dan nog meer. Wat dan nog meer. Naaltje begon trouwens te piepen, dus die moet vanavond ook van. Mooi, wat lijk ik moe. Dus die moet ik trouwens ook nog even vervangen vanavond. Nou, dan ga ik zo meteen eerst even lekker douchen. En dan maak ik alles schoon en dan kan ik hem weer op mijn schone lijf pakken. En dan weet ik in ieder geval dat hij in ieder geval de komende 3 dagen blijft zitten. Dat moet goed komen. Dat is mijn plan. Dat ga ik doen. Waarom zeg ik dat altijd? Het slaat helemaal nergens op. Ik ga verder. Hey! Met hoofdletters. En dan nog even het testje van de lamp trouwens, dat jullie in ieder geval weten. En daarna stop ik de vlog ook zo. Want ik heb eigenlijk gewoon te weinig tijd om echt een goede vlog te maken eigenlijk. Laten we het daar maar op houden. Ik kom thuis, ik ga editen en dan moet ik ook al zo op bed. Het is nu 9 uur, ik ben al laat. Ik heb nog maar 8 uur. En dan gaat mijn wekker alweer. Dus nog even snel de Tesla
testlampen. Lamp testen, zodat jullie kunnen zien wat. En dan zeg ik op bed. Dus ik zet alles even klaar. En dan... Start. Dus zoals je ziet, zie je eigenlijk helemaal geen hond. Een beetje licht, dan zie je nog wel wat. Zullen we even kijken, dit is nog maar de lichtste stand. Dit is 10%. Zet jullie hier even neer. Nog maar 10% wat ik je zeg. Gaan we een stapje hoger, 40%. 40%. Ik moet zeggen, in het echt lijkt het beter dan via het scherm. Gaan we naar 70%. Wow. Wat een felheid. En dan de 100%, 1000 lum. Dus kijk dan, alles is gewoon verlicht. Als ik deze op mijn camera mount moest kijken, dan heb ik gewoon een spotlight 10%. Klein rondje, 10%. 40%, dan kun je al veel meer zien. 70%. En natuurlijk de 100%. Bam, de 1000 lum. Als je dit ding in je ogen schijnt, dan ben je gewoon op slag blind. Dat is gewoon werkelijk waar. Dus als je dit ding in de ogen krijgt, dan ben je gewoon op slag blind. Ik ga even weer terug daarheen. Zo ja, dat is dus eigenlijk de lamp. Dit is de batterij alleen al. Ongeveer, ja, hoe groot is hij? Geen idee, moeilijk uit te leggen. Zo groot als het schepje van mijn camera. Dus je aansluiting aan en daarop aan sluit je het kabeltje, stekketje van de kabel. En dit is het hele lampje. Mijn is dat groene dingetje. Zo, dit is het hele lampje. Duimgroot. Het is gewoon echt niet groot. Dat er zoveel licht vanaf komt, dat is niet normaal meer. Ik zie nou in één keer dat ik er zelfs een GoPro dingetje onder kan zetten met een schroefje. Zit met een schroefje vast en als je die losmaakt, dan kun je een GoPro dingetje onder zetten. Wat een klein lampje is dat eigenlijk, die LED. Die kleine ledjes, ongelooflijk. Dat die dingen zo snel, zo fel kunnen worden. Is dat glow in the dark? En voor de lichthouder misschien helpt dat. Terugkijken. Zelfs de lampjes glow in the dark, moet je nagaan. Is dit ook glow in the dark? Glow in the dark? Nee. Dat niet. Dat is geen glow in the dark. Maar het knopje van het lampje dus wel. Ik krijg hem er niet meer in. Zo. Zitten groene dingetjes bij trouwens. Op de site staat zwart. Of ze weten dat ik van groen hou. Ik kan me niet voorstellen, maar veel leukere kleur. Nou ja. Lampje morgen vroeg even testen op de fiets. Hopen dat hij goed wil. Moet ik even kijken waar ik de accu ophang. Ik heb geen idee. Ja, ik heb wel een idee, maar of dat slim is, geen idee. Maar dat zie ik morgen wel. Dat is een kwestie van morgen. Dus ik hoop jullie in principe morgen weer te zien met een nieuwe vlog. Dus ik kan zeggen, geniet van je dag, middag, nacht, avond, nacht, ochtend. Huh? Wanneer je dan ook dit kijkt, ik was een beetje van de weg. En dan hoop ik jullie in principe morgen weer te zien. Jongens en meisjes, ik zeg tot morgen. Aloha. See ya.